Spektakel in Monaco aan de Maas. Robert Doornbos, geboren in een havenziekenhuis, opgegroeid in Hilversberg, maar tegenwoordig woonachtig in Viareggio in Italië. Een bliksemcarrière heeft hij doorgemaakt en al twee races in het Walhalla van het racen, de Formule 1. Op 24 juli in Duitsland op Hockenheim werd Robert Doornbos 18e in de Minardi. En vorige week in Hongarije helaas niet over de finish, maar hij reed wel op de Hungaroring. Van de Opel Lotus Winterseries in 1999, de Formule Ford in 2000, het Engels Formule 3 kampioenschap in 2001. In 2002 het Duitse Formule 3 kampioenschap, in 2003 het Europese. In 2004 Rookie of the Year in de Formule 3000 en nu in 2005. Eerst testrijder bij Jordan en nu dus in de Formule 1 voor Minardi. Met als teamgenoot en toch ook wel concurrent Christian Albers. Robert Doornbos verwende het publiek in Rotterdam, in zijn stad. Ze stonden overal, ondanks de vele regen die eerder op de dag viel, zijn ze blijven staan en op hem blijven wachten. Robert Doornbos. Wat zijn ze trots. ...24 jaar pas Doornbos. ...74 kilo, 1,82 meter. En zoals gezegd, opgegroeid in Hilversberg, Rotterdammer in hart en nieren. En hij doet de oren van de vele mensen langs de kant pijn, maar ze vinden het helemaal niet erg. Fernando Alonso is de huidige leider na 13 Grand Prix met 87 punten. En Robert Doornbos, dat is de enige nog van de 24 die 0 punten heeft. Want Albers pakte er 4 in Amerika. Doornbos dus de enige nog blanco. Maar niemand die erom maalde in Rotterdam vandaag. Vorig jaar in de Formule 3000 de derde plaats in het overall klassement. En winnaar in België op Spa. En nu voor even de held in Rotterdam. Het publiek uitzinnig en Robert Doornbos zelf ook. Een Rotterdammer in Rotterdam die succes heeft. Geweldig.